Nou ja, 21 is natuurlijk een afsplitsing van Forum voor Democratie. En het is de wat gematigde versie. Wel streng op immigratie, veiligheid. Maar heeft een wat, nou ja, wat gematigder visie op hoe we om moeten gaan met het coronavirus. En stelt zich ook op als een partij waarmee te onderhandelen valt. Ik denk dat de kans dat JA21 de Tweede Kamer haalt, dat die vrij groot is. We staan nu op 2 zetels. Zou misschien wel kunnen doorgroeien naar 6. Ja, op 2 zetels doorgroeien naar 6. Dat is wel een gigantische marge. Ja, maar dat zit er ook wel in, denk ik. Ja, we zitten gewoon een beetje in de goede moed. Dus er kan gegroeid worden. We zitten nu op 3, ook 2-3. En mensen voelen, zie je ook aan PVV-stemmers, VVD-stemmers, van ja, dat is een kans voor ons om daarop te gaan stemmen. En niet ex-forum mensen die ook richting jullie trekken, denk ik. Daar zit ook, maar zij zijn minder aantrekkingskracht volgens de peilers. Er zit meer bij de VVD en de PVV, waar wij van kunnen profiteren. Omdat we denken dat de VVD te links is en PVV en FVD te extreem. Dus mensen die denken, ja, we willen een rechtse stem geven aan een normale, realistische partij. Dan kom je uit bij Eerdmans en Nanninga, bij JA21. We gaan zo verder praten. We gaan eerst naar het plan van de Amsterdamse VVD. Ja, wat zou het heerlijk zijn als we weer op het terras kunnen zitten. Wat willen we het allemaal graag? En die horecaondernemers zelf natuurlijk al helemaal. Daar hebben ze natuurlijk deze week ook actie voor gevoerd. Nou, de VVD in Amsterdam hoopt nu op testterrassen. Er zijn momenteel experimenten gaande natuurlijk met evenementen, muziek- en theaterevenementen. Nou, zou zich dat niet ook perfect lenen voor die terrassen? De VVD Amsterdam pleit voor een groot opgezet terras, waarbij verschillende ondernemers mee kunnen doen. En burgemeester Halsema zei vorige week al, na de drukte in het Vondelpark, dat het kabinet wil vragen om de terrassen sneller te mogen openen. Het is natuurlijk nog maar de vraag of het kabinet dat ook echt gaat doen. Hè? Hoe verre willen zij meegaan in die versoepelingen? Volgende week dan is er weer een persconferentie van Rutte en de Jonge. En wat in ieder geval duidelijk geworden is dat in Duitsland het Angela Merkel daar besloten heeft dat de lockdown verlengd wordt tot 28 maart. Ondanks dat er ook daar veel druk is vanuit de samenleving om toch alsjeblieft wat meer te versoepelen. Belangrijk is het natuurlijk wel om te weten wat Duitsland doet. We hebben al wel gezien dat premier Rutte in zijn afwegingen ook goed kijkt naar wat Duitsland doet. En ja, onze lockdown duurt nu in ieder geval tot 15 maart. Volgende week, hè? Ja. We wachten in spanning af. En laten we eerst even naar dat plan van die terrassen gaan. Want bijeen zit natuurlijk in de Amsterdamse Raad. Heeft u enig idee of zij ook voor dit plan zijn? Nee, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Want ik krijg het nu net gepresenteerd en ik ga daar niet meer over. Dus ik bemoei me er ook niet meer mee. En als tenminste, ik dan nu persoonlijk zou vragen? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat die roep er is. En zeker gezien wat er gebeurd is in het Vondelpark, dat we zeggen, ja, mensen gaan toch wel naar buiten. Moeten we dat dan niet veilig faciliteren? Tegelijkertijd maak ik me wel zorgen over, kijk, als je gaat testen, heel gecontroleerd, zoals dat in de theaters gebeurt, nou, daar kan je geloof ik niks tegen hebben. Maar wat we gewoon zien is dat, doordat we aan het begin van deze lockdown niet goed gehandeld hebben, zitten we nu met een situatie waarin de druk om maar te versoepelen en open te gaan, die wordt steeds groter. Terwijl er nog steeds heel veel mensen in het ziekenhuis terechtkomen en nog heel veel kwetsbare mensen totaal buitengesloten worden van deelname aan de samenleving. Dus u zegt ook als partij van we hadden eigenlijk in het begin van de crisis harder moeten ingrijpen, een beetje à la Nieuw-Zeeland, en het op die manier moeten doen. Maar we zitten nu eenmaal in deze situatie. Ja, absoluut. En er zijn natuurlijk mensen die ook inderdaad denken, ja, laten we alsjeblieft de samenleving weer een beetje opengooien. Maar u staat er dus nog wel, u staat daar niet per se welwillend tegenover. En ook niet per se negatief. Ik denk dat je heel goed moet testen en kijken wat waar kan. Maar waar mijn zorg zit, is dat we nu naar een samenleving toe gaan waarin een gedeelte van de mensen wel mee mag doen en een ander gedeelte niet. Maar dat is toch het overdreven. Kijk, als je nou kijkt naar dit terras, als je daar nou gewoon met beleid, een paar tafels niet bezet, een andere wel, je zit misschien wel 10 meter uit elkaar, niets aan de hand. Als je nou met die branche gaat praten, dat vind ik ook bij de winkels, dat zie je bij de middenstand, met restaurants, kun je absoluut afspraken maken, hoe reguleer je het? En dat wordt nu weer in Amsterdam als een plan, maar doe het nou een keer, ga er nou mee praten, want dit heeft totaal geen enkele invloed, zeker in de buitenlucht nog niet, op het fenomeen dat heel veel groepen bij elkaar komen. Want dat is inderdaad het probleem, dat je niet allerlei tenten open moet zetten, dat ze boven op elkaar gaan staan te hossen. Het is goed dat we testen. Ik zie u knikken, maar u bent natuurlijk ook iemand die staat voor de ouderen. Vindt u het wel verantwoord dan om dit te gaan doen? Ik vind het zeker verantwoord. We hebben een paar vragen uit die top 10 gehaald. Wat mensen zich afvragen is bijvoorbeeld, met welke partijen wil Joost Eerdmans graag samenwerken? Wat ook een raadsel is voor veel mensen, is de leeftijd van Joost Eerdmans. Ja, ik zou zelf ook geen schattingen durven te doen, hoor, meneer Eerdmans. En wat mensen zich ook
afvragen. Dat vind ik wel een leuke vraag die dan dus echt zo wordt ingetypt. Is, wat voor type man is Joost Eerdmans? Dus dat wordt gewoon zo even ingetypt. Ik denk, ik ga het ook een keer opzoeken. Ja, nou, de makkelijkste vraag lijkt me je leeftijd. Ja, ik ben 50 geworden. 50? Ja, kijk. Zou je niet zeggen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wat voor type man bent u? Dat is echt iets om op te googlen, ja. Want ik ben ook benieuwd wat eruit komt eigenlijk. Ja, dan zal ik dat straks eens even opzoeken. Ja, misschien is dat wel leuk. Ja. Maar nee, wat zou je zelf zeggen? Nou, ik denk een duidelijke man die gewoon staat voor zijn zaken en wel betrokken is en aardig voor mensen die aardig voor mij zijn, weet je. En ik ben niet een... ik ben denk ik open-minded en recht toe, recht aan. En over samenwerken hebben we al gehoord dat u het ondemocratisch vindt dat sommige partijen de PVV en Forum uitsluiten. Ja. Sluit u dus geen enkele partij uit? Nee, ik vind het een verschrikkelijk woord. En ik heb er ook niks mee. Ik vind dat we dat niet moeten doen. Maar ziet u samenwerking ook met iedere partij zitten? Nou, dat is weer vers 2. Want ik zie het wel. Kijk, ik zie het niet met iedereen even goed zitten, nee. Maar als je allemaal op je eigen eilandje gaat staan in de politiek, dan wordt er helemaal niks bereikt. Oké. Okay. Meneer Eerdmans, wat is de Nederlandse identiteit wat u betreft? Oh, die is wat mij betreft gewoon wat we hebben koesteren. En de identiteit die we niet willen verliezen. Hè? Dus maar wat houdt het in? Even concreet. Dat je de kernwaarden van ons, dat betekent man en vrouw zijn gelijk, homo's en hetero's zijn gelijk. We hebben vrijheid van meningsuiting, staat zwaar onder druk. En kijk, de multiculturele samenleving bestond die maar. Want wij zien in Rotterdam alleen maar monoculturele gebieden, wijken, waar mensen alleen maar van niet-westerse achtergrond leven. Daar is geen woord Nederlands meer te vinden. Daar spreekt niemand ook meer een woord Nederlands. Alleen maar buitenlandse winkels. Mensen zien dat, trekken daar ook weg. Ik zie juist wel problemen. Ik zie 80% van de loverboys, gisteren werd het nog bekendgemaakt, komt van, met een niet-westerse achtergrond vandaan. 60% van onze bijstand gaat naar mensen met migratieachtergrond. Dus er is gewoon heel veel problematiek rond de multiculturele samenleving. Maar als je dat benoemt, dan word je meteen in de hoek gezet van witte, foute man. Dus ik vind dat stempel ook zo verkeerd. Laten we eerst even kijken. Bent u het eens met inderdaad dat die problemen er wel zijn? Of nou, ziet u die niet? Er zijn heel veel problemen in Nederland, onder heel veel groepen in Nederland. Maar specifiek toch ook wel? En ook heel specifiek, en die vragen ook specifieke aandacht. Maar het gaat mij iets te ver om te zeggen dat de multiculturele samenleving niet is gelukt. Kijk, op het moment dat we bijvoorbeeld zeggen dat we een probleem hebben met radicalisering in Nederland, dan is de focus op één vorm van die radicalisering. Maar we hebben radicalisering over de gehele breedte van onze samenleving. Witte jongeren radicaliseren, zwarte jongeren en bruine jongeren. Ah. Het radicaliseert allemaal een andere kant op. Maar integratie betekent volgens mij dat je ook gelijkwaardig de normen onderschrijft, hè, die Absoluut. We hebben in Nederland. Maar en waarom zie ik daar dan zoveel problemen mee? Met name binnen criminaliteit. Als ik kijk naar bijvoorbeeld straatintimidatie, ook weer een fenomeen wat we hebben onderzocht. Je kunt al die facetten langslopen en dan zie je gewoon oververtegenwoordiging van groepen, met name niet-westerse migranten. Ja. Wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat de politie etnisch profileert. Dus op zich op een bepaalde groep concentreert. En als je op een bepaalde groep concentreert, dan zul je daar ook meer resultaat halen. Maar wat ik zelf heel interessant vind, is de politie het weer gedaan. Veel van de jongeren waar we het over hebben bijvoorbeeld, dat zijn Nederlandse jongeren, die zijn hier geboren. Als daar problemen mee zijn, dan is dat dus een Nederlands probleem. Ons aller probleem. En dan gaat het mij iets te ver om te zeggen dat genetisch bepaald zou zijn omdat hun opa of oma in een ander land is geboren. Ik wil eventjes naar u, meneer Krol, want u begon eventjes te reageren toen we het hier over hadden. Vindt u eigenlijk dat de integratie is geslaagd? Multiculturele samenleving. Voor een belangrijk deel is die geslaagd, maar je moet natuurlijk wel heel waakzaam zijn. Waar je voor moet zorgen is dat al die groepen met elkaar in gesprek blijven. En ik moet altijd denken, het klinkt heel gek, maar ik meen het heel serieus. Ik moet altijd denken aan dat prachtige recept mayonaise. Als je daar de onderdelen ingooit, olie, mosterd, alles wat je nodig hebt om mayonaise te maken. Als je de verkeerde verhoudingen pakt, dan gaat het schiften. En ik ben zo bang dat dat in de maatschappij ook kan gebeuren. Dus je moet het doen in de juiste verhoudingen. Mensen moeten het wel kunnen begrijpen. Mensen moeten wel met elkaar meegaan. Maar dan hoor en tot ik dus, dat ene mooie recept uitgroeien. Dan hoor ik verhoudingen kloppen niet. Dat betekent dat u minder migranten deze kant op wilt? Nou ja, precies wat meneer Eerdmans zegt. Je ziet in bepaalde wijken dat bepaalde groepen, en dan heb ik het niet over een specifieke groep, maar dat bepaalde groepen daar niet integreren met de rest van de samenleving. Maar zou je dan daar de focus niet op moeten leggen? Hoe wilt u dat aanpakken dan? Vandaar die vergelijking met mayonaise. Als je zorgt dat dat goed gebeurt, maar hoe? Dat in de juiste verhoudingen. Dat is wel interessant, want kijk, waar mensen wonen, zeker mensen die bijvoorbeeld in sociale huurwoningen wonen, dat is beleid. Dat is niet aan die mensen. Hè? Je krijgt woningen toegewezen als je heel veel sociale huurwoningen op één plek concentreert.
dan krijg je ook inderdaad concentratie van problematiek. Maar dat is beleid. Het gaat mij net iets te ver om te zeggen dat ligt dan aan die mensen die daar wonen. Dus dat wordt wel heel makkelijk gemaakt om in een hokje te blijven zitten. Toch ook door jullie partij wordt toch snel gezegd, is een tegenstelling tussen wit en zwart. Dat zeggen wij helemaal niet. Je hebt net de politie genoemd. Jullie beschuldigen gewoon de politie van etnisch profileren. Dat betekent dus dat de politie expliciet, dat zeg je net, op zoek gaat naar mensen met bijvoorbeeld een Marokkaanse achtergrond. Het is pertinent niet waar. Het is gewoon valse informatie. Nee, het is moet je gewoon niet doen, Sylvana. Het is pertinent waar. We kennen ook met name uit het Rotterdamse korps, uw stad, de appjes die heen en weer gaan. Maar is dat voor jou zelf op zoek gaan? Verdachten zoeken omdat ze etnisch zijn? Is dat wat je zegt? Nee, dat is helemaal niet wat ik zeg. Ik dacht dat je net de politie daarmee weer in de verdachte misschien even een reactie? Nou, het is altijd fijn als ik uit mag praten. Dat stel ik altijd ontzettend op prijs. Gewoon een klein beetje muziek beleefdheid. Gaat wel lopen, dus heel erg snel. Dan is het zonde van de tijd. Maar je kunt net zo vaak zeggen dat het dat etnisch profileren niet gebeurt. Dat maakt het nog niet waar. We weten dat het gebeurt. We moeten dat serieus nemen. En het is onderdeel van een groter probleem. De een vindt de multiculturele samenleving een gevaar voor ons land. De ander vindt integratie juist erg goed gelukt. Een debat daarover en over de Nederlandse identiteit is voor Politiek Den Haag een belangrijk thema. Want wat voor land willen we zijn? En mevrouw Simons, ik las in uw partijprogramma de slogan radicaal gelijkwaardig. Wat bedoelt u daarmee? Nou, we zien dat op papier we gelijkwaardigheid goed geregeld hebben in Nederland. Maar in de praktijk valt het natuurlijk reuze mee. Er zijn heel veel vormen van ongelijkheid en ongelijkwaardigheid in ons land. Bijvoorbeeld de loonkloof nog steeds tussen mannen en vrouwen. Maar we kennen nu inmiddels ook allemaal de verhalen die ten grondslag liggen aan het toeslagenschandaal. We hebben het al gehad over het racisme bij de politie. Dus er zijn heel veel plekken en onderwerpen waar die gelijkheid helemaal nog niet zo gegarandeerd is. En wij vinden het belangrijk dat, hoewel we allemaal verschillend zijn, we allemaal even waardevol zijn. Ziet u ook inderdaad dat we niet allemaal gelijkwaardig zijn? We zijn allemaal gelijkwaardig. Misschien wordt niet iedereen altijd gelijk behandeld. Maar we zijn natuurlijk niet allemaal gelijk. Je hebt wel dezelfde waarden, maar je bent niet allemaal gelijk. Dus je kunt niet iedereen is niet gelijk aan elkaar te krijgen. Dat zijn jullie eens. We zijn verschillende mensen, maar we zijn wel gelijkwaardig. Ja. Maar zit daar een probleem in de uitwerking? Is het alleen theorie? Nou, ik vind de manier waarop mensen worden weggezet, zo van de politie is racistisch, daar heb ik heel veel moeite mee. Er worden tegenstellingen gecreëerd, ik denk door Sylvana Simons, van wit tegen zwart, terwijl dat zo helemaal niet zit. Heel veel mensen voelen dat ook niet in Nederland. Er zijn wel problemen, denk ik, met de multiculturele samenleving, want ik zie dat juist helemaal niet ontstaan. Ik zie juist een monoculturele samenleving in bepaalde gebieden, zoals in Rotterdam waar ik woon. Daar is geen woord Nederlands meer te vinden in een wijk op Zuid. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel een probleem als we niet uit onze hokjes kunnen komen en elkaar dus inderdaad een soort parallele samenleving creëren. Daar heb ik moeite mee. Even een reactie op dat u tegenstellingen creëert. Ja, ik heb dat al eerder gezegd. Kijk, als ik de tegenstellingen had gecreëerd, dan bestonden ze pas een paar jaar. Maar we kampen al 20 jaar met een politiek debat dat ons wijsmaakt dat we angst moeten hebben voor elkaar. Dat sommige mensen wel welkom zijn en anderen niet. Bijeen is ontstaan als reactie op die politiek. En het zou echt te ver voeren om mij daarvoor verantwoordelijk te houden. Bovendien worden mij ook heel veel woorden in de mond gelegd, ook vanmorgen weer. Dus dat wat, maakt. Wat dan? Nou, je hoort mij niet zeggen dat er iets. Dat er wit tegen zwart. Dit bedoelt u nu. Ja, maar de politie is racistisch. Dat zeg ik helemaal niet. Wat zei je nu net? Ik zei dat we weten dat er racisme is binnen de politie. Ja, omdat? Dat is iets heel anders dan beweren dat ik zeg de politie. Dat vind ik al prettig dat je dat zo zegt. Want nou, dat is ik vind vaak het prettig. Maar waarom is de politie in de mond racistisch bezig? Ik vind het prettig dat u mij niet woorden in de mond legt die ik niet gebruik. Want precies dat polariseert de discussie. Nee, je stigmatiseert de politie. Nee, de politie in Rotterdam, uw stad, zijn appjes verstuurd binnen een appgroep van de politie die duidelijk racistisch zijn. Dat is niet iets wat ik verzin. Die appjes kennen we. Dat weet u. Daar heeft uw burgemeester ook uitspraken over gedaan. Ja. Dus als ik die benoem, dan ben ik niet aan het polariseren. Jawel. Maar dan spreek ik over appjes die bestaan. Dus is de hele Rotterdamse politie bezig met racisme? Dat zeg ik dus niet. Dat zegt u nu al een paar keer. Nou, u zei het net niet. U had het net niet over appjes. U zegt de politie is racistisch bezig. Dat heb ik dus niet gezegd, meneer Eerdmans. En die misinterpretatie, dat polariseert de discussie. Als je niet kunt benoemen wat er werkelijk aan de hand is, of dat nou gaat over probleemjongeren in achterstandswijken, Ik wil heel even naar mevrouw Van Venema. Als er racistische appjes worden verstuurd, ik kan er niets aan doen. Ik ga u heel even onderbreken, want we gaan even naar mevrouw.